Dan gaat hij weer. De bel. De laatste loodjes, maar misschien wegen die wel het zwaarst. Vandaag staat het eindexamen maatschappijwetenschappen op het programma. Het is ook de laatste week van die eindexamens. Verslaggever Carlijn Houteman volgt het al sinds het begin. Het zit er bijna op, maar nog wel een belangrijk examen vandaag natuurlijk. Dat maatschappijwetenschappen, maar daar kun je geen onvoldoende verhalen, begrijp ik. Nou, dat lijkt me niet, want Volkan Tas dan, leraar maatschappijwetenschappen, die is bij jullie in de studio geweest. Die heeft uitgelegd hoe enthousiast hij is en hoe graag hij iedereen wil helpen. Volkan, het waren drukke tijden voor jou de afgelopen weken, want wat heb je allemaal gedaan? Ja, het begon met een paar videolessen en daarna werd het een landelijke groepsapp. En daarna had ik een hele lijst vol met opdrachten van leerlingen die ik elke dag moest afwerken. Ja, en hoeveel zijn dat er geworden? Want ik zat bij jou thuis, dat was 2 weken geleden. Toen had je het nog rustig. Ja, nee, ik ben met 3 groepsapps en geteld de e-mails van alleen maar afgelopen week zit ik over de 300 leerlingen ongeveer, ja. Dat had je niet gedacht, denk ik. Nee, dat had ik niet gedacht, inderdaad. Nee. Maar het is me gelukt. Ja, nou ja, nu de finale. Dus dan gaan we pas zien of het gelukt is. Want straks om 9:00 beginnen hier de maatschappijwetenschappen voor de HAVO-leerlingen. Ja. Op het Rijkshier in Bergen op Zoom. Ja, klopt. Zenuwen? Ja, ik ben heel gespannen. Ik denk dat ik nog een beetje iets zenuwachtiger ben dan de leerlingen zelf, inderdaad. Ja, jij hebt er toch naartoe gewerkt, hè? Ja, en nu zie ik jou allemaal in de weer nog, want ik moest je dan net snel bij je halen. Wat ben jij aan het doen? Ik heb chocolaatjes en post-it stickers. En op elke chocola plak ik een sticker met de naam van de leerling erop en een succeswens. Nog even een laatste hulpmiddel, zeg maar. Ja. En dan hopen dat hier in ieder geval iedereen slaagt. Maar eigenlijk was jouw doel dat heel Nederland slaagt voor maatschappijwetenschap, hè? Ja, maar gisteren op het eind, voordat ze gingen slapen, nog net voor 12:00, kregen berichten dat ze zich goed voelen nu. En dat ze er klaar voor zijn en dat ze nog 1 keer de video zouden bekijken. Dus waarschijnlijk gaat het daar ook wel goed. Ja, nou, is jouw motivatiespeech viral gegaan? Ja. Misschien kijken er nog wat scholieren die zo meteen aan de slag moeten. Wil je nog kort iets tegen ze zeggen? Ja, kijk, ze kennen onderhand het SOC-model, maar nu is het echt het moment om hem ook toe te passen. Nu is het moment, zo net voor het examen, dat ze dus ontspannen moeten zijn. Hè? En straks, als ze weten dat het begint, vol concentratie. Het zijn maar 3 uurtjes. 3 uurtjes, peanuts. Ja, maar dat is het ook. Het is een prachtvak. Het is een feest straks, joh. Ja. Ja, het wordt heel leuk. Volkan, we hopen dat namens jou iedereen gaat slagen hier op het Rijks, maar dus ook in heel Nederland. Want dat heb je toch geprobeerd, hè, de afgelopen weken. Ja. Nou, spannend. Wat een topdocent is, ja, ik, dat, hè? Ik ben een beetje jaloers op zijn leerlingen. Oh. Ik had echt een enorme saaie, grijze muis van een docent maatschappijwetenschap. Ik hoop dat hij niet kijkt. Nee, anders hiervoor. Verschrikkelijk, ja. Was dat. Maar goed, nee, Volkan is cool. Ik heb nooit maatschappijwetenschap gehad. Maatschappijleer nooit? Nee. Ja, alleen in de eerste. Ja, nou ja. En daarna hadden we dat niet meer, zeg maar. Ja. Nee, maar je mag je gelukkig prijzen als je zo'n gemotiveerde docent hebt als Volkan.